Dan wordt er de beleidsambtenaar van de gemeente aangeklampt en of aangeklampt, maar aangewezen om een oplossing te bedenken. Ja. En die beleidsambtenaar zijn wij in feite nu. Hadden wij als dorpen niet samengespannen, dan had het probleem nu nog bestaan. Bestaat nu nog wel, maar we zien uiteindelijk toch waarschijnlijk een oplossing. Daar ligt het kerkdorp Sterksel. En daar in de verte ligt het kerkdorp Marezi. En hier achter ons ligt het grote bedrijventerrein Seinsgoed. Sinds 2004 hebben wij ontzettend veel vrachtverkeer gekregen in de kerkdorpen Marezi en Sterksel. Hoe groot is het probleem? Het aantal vrachtbewegingen was vergund 1200. Dus dat is exorbitant. Als je dat per minuut gaat omrekenen, dan kom je tot een behoorlijke invulling. Soms wel 1200 vrachtwagens op één dag door je dorp. Daar wordt niemand vrolijk van. De gemeente Kranendonk en Heezeleende, waar maar Heezen en Sterksel onder vallen, probeerden tot een gezamenlijke oplossing te komen, maar ze kwamen er niet uit. We hebben daar ook in het verleden een aantal keer overleg over gehad met de gemeente Kranendonk samen. Helaas kwamen wij daar samen niet uit. Kranendonk heeft een motie aangenomen en gezegd van ja, leuk en aardig, het bedrijf ligt in Heezeleende. Wij moeten ook bijdragen, maar geen oplossing over de grond van Kranendonk. En daar ontstond de vaststelling. Dus dachten de bewoners, dan gaan we het zelf doen. In 2012 staan de dorpsraden de handen ineen om samen tot een oplossing te komen. In deze vergaderruimte van de gemeente Heezeleende hebben we de afgelopen jaren met de dorpsraden en andere partijen menig uurtje doorgebracht om tot een oplossing te komen voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. En waren dat moeizame uurtjes? Er waren absoluut moeizame uurtjes bij, maar We hebben een team gevormd en als team hebben we toch zeer goed samengewerkt en zeer goede oplossingen naar voren gebracht. Na een paar jaar van overleg, informatie inwinnen, deskundigen raadplegen en discussiëren, lukt het de twee dorpsraden een oplossing te vinden. Dan gaan ze verplicht naar rechts, zodat ze niet meer door de kern van Marezi moeten. Hetzelfde verhaal geldt voor Sterksel. Zoveel mogelijk verkeer vanuit het bedrijventerrein naar rechts. Rechtstreeks naar de A2 en niet meer door de kern Sterksel. Wat de gemeente niet lukt, lukt de dorpsraden wel. Overeenstemming bereiken over één plan dat voor beide dorpen een oplossing biedt. Met het draagvlak bij de bewoners zit het volgens de dorpsraden wel goed. Elk jaar, voor het moment dat er een voorstel naar de gemeenten ging, hebben wij alle dorpen uitgenodigd, beide dorpen uitgenodigd om hun oordeel te geven en in die gevallen hebben we 100% commitment gekregen. De gemeentebesturen zijn blij met de inzet van de dorpsraden en vooral met het gegeven dat veel mensen het ermee eens zijn. Het komt vanuit de kern zelf en in dit geval zelfs gemeenteoverstijgend vanuit de kern Sterksel en Marezi. Dus wat dat betreft is het heel duidelijk dat die kernen er last van hebben en er graag iets mee willen doen. En dat maakt ook dat er draagvlak is. Burgerparticipatie die is op dit moment gewoon lokaal ontzettend belangrijk. Draagvlak zoeken met elkaar, kijken waar het probleem ligt en dat ook samen uitwerken. Op die basis van vrijwilligheid, input geven aan die bestuurders en niet het van bovenaf regelen, maar van onderop opbouwen. Dat is de kracht geweest wat hier heeft gespeeld. Het voorstel van de dorpsraden ligt nu bij de gemeenteraden. Binnenkort valt de beslissing of het plan wordt overgenomen en zal blijken of de inzet van de bewoners succesvol is. Nu heb je zelf mee kunnen werken aan een goede oplossing. Ja, en dat geeft een goed gevoel. Je voelt je niet overgeleverd aan. Dan gaan we hier eerder rechtsaf, ja. En dan gelijk naar de aansluiting.